Ik denk dat dit echt een damesfiets is. Ja, als ik naar de kleur kijk en de instap en het is laag. Nou, hartstikke goed. Dus heel veel plezier ermee. Volgens onderzoek stapt in Rotterdam-Zuid 50% van de inwoners nooit op de fiets. Rotterdam heeft 172 nationaliteiten. Dus heel veel mensen die vanuit het buitenland komen, komen niet naar Rotterdam met fietservaring. En kunnen het ook niet overdragen op hun kinderen. Dus dat is op dit moment een van de grootste problemen. Naast dat kinderen niet groot worden gebracht met de fiets, speelt mee dat ouders zich geen fiets kunnen veroorloven. De ANWB speelt hierop in door fietsen in te zamelen, speciaal voor kinderen. Nou zat je er wel naar te kijken naar die mooie roze fiets en dan krijgt iemand anders hem. Mij lijkt niet echt uit. Nee, want je hebt zelf geen fiets, hè? Ja, maar het ligt niet aan de kleur, maar gewoon dat het gewoon goed kan werken en ja, dat ik gewoon goed op kan fietsen. Dankzij die ANWB-actie en samenwerking met de gemeente gaan we veel meer fietsen beschikbaar stellen. Onder andere die 15 voor deze school. En we gaan kijken hoe we dat kunnen uitbreiden naar andere scholen waar we van weten dat heel veel mensen gewoon die fiets niet kunnen betalen of niet gewend zijn om met hun fiets van school naar huis te gaan en omgekeerd. Dus dat zijn wel zaken waar we nu heel erg in gaan verdiepen en kijken hoe we dat mogelijk kunnen maken voor meer scholen. En dan heb je zo'n fiets, maar dan moet je nog veilig op school zien te komen. Zo raast het autoverkeer vlak voor deze school met 50 km per uur voorbij. De gemeente Rotterdam gaat kijken of dat veranderd kan worden. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel. Klopt, een lange weg om het gedrag van Rotterdam te veranderen. Maar we beginnen bij onze kinderen. En als we zo doorgaan, over 6 jaar hebben we een nieuwe fietscultuur hier in Rotterdam.